Mijn naam is Amal van Andel. Ik ben directeur projecten bij Megas Installaties in Druten. Onderdeel van de Megas Installatiegroep met nog vestiging in Amsterdam en Rotterdam. En in de afgelopen jaren hebben wij steeds meer gebruik gemaakt van digitalisering. Wat ons in staat brengt om de processen beter te volgen, minder foutkansen en ook efficiënter te kunnen werken. Ja, bij Megas Installaties hebben we jaren geleden al gekozen voor een digitale transformatie. Dus dat doe je niet in het afgelopen jaar, zeg maar. Wij zijn er jaren geleden al mee begonnen. Wat we daarbij hebben ingezet altijd, is altijd te kijken naar ons proces. Dus het hele BIM-werken, zeg maar, hebben we altijd gelinkt aan ons proces. Dus we doen het al vanaf calculatie tot en met oplevering en daarna. Het afgelopen jaar hebben we vooral ingezet om verder te digitaliseren binnen ons ontwerpsoftware, daar ook de berekeningen op te pakken. Zodat we steeds meer één datadrager hebben, zeg maar, voor onze projecten. En daarnaast ook op de werkvloer de mensen steeds vaker uit te rusten met een iPad bijvoorbeeld. Gebruik te kunnen maken van apps van toeleveranciers om zo sneller materiaal te kunnen bestellen. Maar ook het delen van tekeningen. In het begin hebben we natuurlijk geprobeerd dat te delen met pdf'jes en op andere manieren te mailen naar elkaar, misschien een laptopje op te bouwen, maar dat bleek toch erg onhandig. Zo hebben we ook het afgelopen jaar via Trimble Connect zijn we gebruik gemaakt om data te delen met onze collega's, zodat ze op die manier ook het digitale model hebben, 3D model. En ook daar informatie uit kunnen halen of zelfs ook kunnen communiceren met kantoren en andersom. Het is natuurlijk een pilot geweest voor ons aan op ons bedrijf afgelopen jaar om dat bij enkele mensen te testen. Je begint dan vaak toch bij de jongere mensen, omdat die meer connectie hebben natuurlijk om met een iPadje rond te lopen. Maar zeker ook gaan we dit verder uitrollen bij al onze andere collega's. Dat zal betekenen dat meerdere projecten de beschikking zullen krijgen, in ons geval over een iPad Pro hebben voor gekozen. Dat die wat groter zijn en stabiele apparatuur is. En op die manier kunnen de mensen dan op de bouw daarmee gaan werken. Op die manier wil dus ook de data, de digitale tekening naar de werkvloer brengen en dat verder uitgerolden in onze organisatie.